manage this one with a flourish as well. They might well, you know. Look at this for a chance here. Shot comes in. And oh, delightful. Oh, absolutely delightful. It's unlucky 13. I thought Thijs van Dam's touch was too heavy. It wasn't a first touch, but the second touch was the stuff of dreams. He's got under that. I've no idea how he's created the forward momentum. He's diving. Uiteraard nog steeds heel veel kwaliteit hier met de gelijkmaker, namelijk voor Rotterdam. Is het Thijs van Dam? Ik laat het liggen, maar verloren geen enkele wedstrijd. En dat laatste kunnen verder alleen Bloemendaal en Kampong zeggen. Vandaag heeft Rotterdam Tilburg op bezoek. De staatploegen uit de hoofdklasse. En die krijgen hier deze prachtige goal van Thijs van Dam om de oren al na 5 minuten. De paas van Hertzberger en Van Dam in de loop. Knappe goal hoor. Voor de tweede keer gelijk en hebben ze allebei 1 keer gewonnen. De goal is wel heel fraai. Daar is hij weer, Hoedemakers, voor 3-3. 10 seconden voor tijd dus. Pech voor Amsterdam, maar het leek in deze wedstrijd wel een juiste afspiegeling van de krachten. Amsterdam-Rotterdam, 3-3. En 3-2 dus voor Rotterdam. En daarmee is de koek nog lang niet op, want dit is weer Hertzberger en weer is het raak nummer 4. Een comfortabele voorsprong dus voor Rotterdam op dat moment. Rotterdam, ja, de nummer 6, maar evenveel punten als de nummer 3, Pinoké. Won maar 1 van zijn laatste 5 uitduels. Maar het is wel een strafcorner voor Rotterdam. Kane Russell, de Nieuw-Zeelander van Rotterdam, benut dat buiten. Een vrije slag voor Chap Hoedemakers. Gaat goed de cirkel binnen. En dan komt de bal met een gelukje terecht bij Joaquin Menini. De Argentijnse aanwinst van Rotterdam. Hij komt over van Den Bosch. En hij scoort de 1-0 voor Rotterdam. Goeie goal van deze Menini. Een soepele start dus voor Rotterdam. Dat in 2009 voor het laatst van Tilburg verloor. En heeft toen nog de MOC. Met een 2-3. Dit is een goede actie van Dieter van Puffelen. En die bedient Thijs van Dam. Deze is iets makkelijker dan de vorige. Maar hij zit er ook prima in. Die van Puffelen met de actie gaat er op snelheid langs. Het overzicht. En de intikker van Van Dam. Van Jeroen jaagt nog op de aansluitingstreffer. Maar het is Rotterdam dat nog een keer scoort. 1-4 Thijs van Dam. Ook hij maakt zijn tweede. 2 keer Van Dam. Dus in 2 keer Hertzberger. Voor een 4-1 overwinning van Rotterdam. In een zegevierde Rotterdam. Hoe zal het vandaag gaan in Flevoland? In ieder geval de start is goed voor Rotterdam. Jeroen Hertzberger al na 2 minuten. Hij treft zeker. Ja, hij stond een paar wedstrijden droog. 4 keer op rij had hij niet gescoord. Afval op. Daarvoor meldt zich Hertzberger. Oog en oog met zijn oude teamgenoot dus. Hertzberger stuurt het op. Prachtig de kruising in. 1-3. Dat gebeurt een minuut. Rotterdam. Rotterdam de betere ploeg. Mag geen verrassing zijn. Dat verschil wat groot was. Komt hier op 3-0. Mooie goal wederom. Menini. Duikt dan heel erg vrij op. Maar de tip is fraai. In dromenland ongeveer uithalen. Maar Rotterdam doet wat terug. Hier wordt het 2-1. In de 20e minuut de goal is van Hortensius. En zo werd het opnieuw een echte wedstrijd tussen deze twee. Hoewel de laatste. Dan de strafcorner voor Rotterdam. De variant van Algera op Thijs van Dam. Die scoort met een schitterende tip in. De 1-0 voor Rotterdam. Na 12 minuten spelen. En dan weer helemaal terug na zijn heupoperatie bij Rotterdam. Geef nog even gas in die allerlaatste minuut. Bal komt in de cirkel terecht bij Thijs van Dam. Die maakt zichzelf goed vrij. En met de voorhand scoort hij de gelijkmaker. En zo eindigt dit aantrekkelijke duel. Na onderbreking in 7-1 voor Amsterdam was geëindigd. Dit is een schitterende goal van Rotterdam. Binnen het half uur 2-2. De combinatie tussen Van Dam en Hertzberger. En bij de tweede paal, bijna karakteristiek, de glijdende Hoedemakers die van ver moet komen. Maar op tijd is voor de 2-2. De ploeg van Maneschijn niet verder dan 1-1. Een uitslag die al voor rust op het bord stond. Aan de Hazelaarweg is vandaag Hurley te gast. Hurley komt op achterstand. 14 minuten gespeeld. Is het Menini? Of is het toch Hoedemakers die er nog aan zit? Dan hoe dan ook.